nou, we hebben hier Night and Land Orkest, Tietje Extra deel. En dat ben je naar alle beginnende muzikanten. En we zijn 8 weken in begonnen te spelen met volwassenen. Die zes maanden nog nooit een instrument bij het hand hebben. En dat doen we in samenwerking met de muziekvereniging uit de gemeente. En zit er talent bij? Ja, zeker. Er zit veel talent in. Wij vinden altijd samen vinden we dat iedereen talent heeft. Ja. Bij de een komt het er wat jij eruit bij de oren. Maar wat het dus om gaat, wanneer we dat natuurlijk naar het talent kiezen. Night Talent Orkest, maar het gaat dus om samen muziek maken. Hoe leuk is dat om dat te proberen en daar jouw wij de mogelijkheid voor? Ja, en dat ze daar het plezier van ervaren, he? Dat het leuk is. Het geeft dus om plezier, net om hoe goed dat we binnen. Wij willen, ja. Ja, wij willen mensen enthousiast maken voor een instrument, voor Malco muziek maken en uiteindelijk ook voor de muziekvereniging. Maar dat is net het allereerste doel, zeg maar. Eerst enthousiast en dan nou, op termijn kunnen ze die stap maken als ze dat leuk vinden. Nou, we werken daar nog een fantastisch leuk concert. Maar dat is nog wel even belangrijk om te weten dat er in deze groep meisjes zit ik muzikanten van de vereniging uit de gemeente. Dus er zitten muzikanten uit Burgum en uit Oenzerkwaai en uit Weverbinnen hier in Summaar. Dus er zitten overal komen muzikanten mee en die helpen, die zijn actief. Omdat je krijgt als zelf een soort van ja, hoe is het met de... Hoe is het met de muziekverenigingen? Nou, wij gaan er nooit naar beneden. Wij zijn altijd voor de positieve kant. We zitten van, oké, hou dat maar eens in allen door. Dan krijg je het voorkomen. En we werken daar nog een concert. Ja, en we hebben een hartstikke mooie map. Elke muzikant krijgt een map. En die map beginnen we eerstemmig. Maar ja, al heel gauw spelen we ook meerstemmig. Dat krijg ik wel jet. En als we de map weer hebben, dan zijn we daar op een concert. En dan had iedereen een heel bot zin om. En dat is binnenkort. Gaat dat gebeuren? Ja. Dat gebeurt op 28 januari, sneun 28 januari. Kwartier voor 5 begint het in het Geerhuis in Gariep. Dus iedereen is daar welkom om ja, te luisteren wat deze mensen al hier geleerd hebben. En hoe leuk dat het is om Malco muziek te maken.